Zoals Inge al zei, het Rietoogsharmoniekorps was plaatsgenomen op het podium met de solist Frank Brouwers. Het Rietoogsharmoniekorps werd opgericht in 1945 en kende sindsdien vele muzikale hoogtepunten. Enkele maanden geleden behaalde het RAC nog een schitterend resultaat op het concours in Terneuzen, waar ze aan de top van de derde divisie eindigden en het hoogste aantal punten behaalden van al de deelnemende harmonieorkesten in dat weekend. Sinds 2004 staat het orkest onder leiding van Chris Roemers en bouwen ze samen verder aan een goede opleiding en doorstroming van de jeugdleden, waarbij de combinatie van kwaliteit en plezier centraal staat. Volgende maand zal Chris zijn masterdiploma halen als dirigent, met een concert aan het Parijse Conservatorium, waaraan zijn eigen composities zal dirigeren met een professioneel harmonieorkest. Zijn composities zullen vanaf dit jaar bij de uitgeverij verschijnen. De solist Frank is 18 jaar en volgt klarinetlessen aan de muziekschool Art for You, waar hij vorig jaar zijn D-diploma met lof behaalde. Zijn hobby's zijn basketbal en vooral musiceren. Hij speelt in verschillende bandjes, een jeugdorkest en twee harmonieorkesten. Buiten de bassklarinet, waarop wij hem vandaag zullen horen, speelt hij ook veel S-klarinet, alt-sax en tenorsax. Hij wil later graag biologie-docent worden en wil daarna conservatoriumopleidingen volgen om zich te vervolmaken op klarinet. Als inspeelwerk brengen zij u Consuelo Sescar, een pasodoble geschreven door de Spanjaard Ferrer Farran. Het wedstrijdwerk wat Frank onder begeleiding van het korps ten gehore gaat brengen is Clarinet in Motion, gecomponeerd door Steve Willard voor de Belgische klarinetist Walter Boeikens. Clarinet in Motion is een concerto in drie delen met veel jazz-invloeden en dissonante akkoorden. De solopartij is technisch veel eisend en in de cadenza krijgt de violist de kans het improviseren. De functie van het orkest varieert van een kleurrijk begeleidingsorkest tot een heuse big band. Frank, korps, dirigent, veel succes.